Hallo, welkom in deel 2 van deze e-learning. Ik ben Jan van IppenUp en ik ga jullie door de rest van deze e-learning loodsen. Jullie hebben net de introductie al gehad van mijn collega, medeoprichter en medebedenker van de Beweegbank, Miel van Haverbeke. Maarten Thijssen hebben jullie ook al gezien. Die komt straks in deel 5 terug bij het stukje Injury Prevention. In deel 2 ga ik het hebben over hardware, software en orgware. Drie termen die misschien niet meteen gelinkt kunnen worden met sportinfrastructuur, al gaat het eigenlijk meteen wel duidelijk worden. Let's go! Mezelf heel kort eventjes voorstellen. Dus mijn naam is Jan Cornelissen. Ik ben een master lichamelijke opvoeding en ik werk sinds enkele jaren voor IppenUp. Hiervoor heb ik ook gewerkt binnen de G-sport. Interessant. Altijd interessant gevonden. Er komen ook enkele stukjes wel terug tijdens deze e-learning. Over mensen met een beperking. Mijn rol binnen IppenUp is activator, waarbij dat ik voornamelijk verantwoordelijk ben voor de opleidingen, de workshops die we geven, om eigenlijk die beweegbanken maximaal te activeren. Dus dat is mijn taak, een heel fijne taak om te zorgen dat die beweegbanken zo goed mogelijk gebruikt worden. Deze opleidingen zijn daar dus een heel belangrijk deel van. Dus voilà. Dan gaan we snel naar die drie termen van dit deel. Hardware, software en orgware. Deze drie termen die hebben we zelf niet verzonnen. Die komen uit de literatuur, uit het Mulier Instituut. Het is met deze drie termen gekomen. En zij zeggen eigenlijk dat je deze drie fases of termen nodig hebt binnen sportaccommodatie. Enerzijds is er de hardware. De term hardware kennen we bijvoorbeeld van onze computer, hetgene wat tastbaar is, hard. Dat is de hardware. In de sportinfrastructuur is dat de accommodatie. Bij ons dus de beweegbank zelf. Hetgene wat allemaal tastbaar is aan die beweegbank, dat is onze hardware. Andere voorbeeldjes van hardware is een Finse piste, een zwembad, een voetbalveld, noem maar op. Hardware is nodig om mensen te kunnen laten sporten of bewegen, uiteraard. Spreekt vanzelf. Dus die hardware is zeker heel belangrijk. Maar hardware alleen is niet voldoende. Een computer met enkel de hardware werkt ook niet. Daar moet software in zitten. Dus het aanbod dat rond die beweegbank of rond die hardware georganiseerd wordt, is minstens even belangrijk, want anders werkt een hardware computer werkt niet zonder de software. Bij ons is onze software tweedelig. We hebben een gratis beweeg-app die u een gratis programma op maat aanreikt met alle oefeningen die mogelijk zijn aan de beweegbank, die zitten in die app. Een ander stukje van software zijn de coaches. Wij leiden jullie ook op tot IppenUp Coach. Er zijn tal van coaches in het veld en zij gaan allemaal lokaal mensen activeren. Zij gaan die mensen helpen, begeleiden, oefeningen aanreiken rond die beweegbank. Dus de app en de coaches, dat is onze software. Super belangrijk. Maar zelfs dan is het nog niet voldoende, want daar moet ook een kader rond geschept worden. Daar moet een soort van organisatie rond zitten en daar komt die term meteen van. Orgware is organisatieware. Als je naar de foto in de cirkel kijkt, zie je daar twee personen staan. Het is een sportfunctionaris en een schepen van sport. Zij zouden kunnen gezien worden als verantwoordelijke voor de orgware. Zij hebben eerst die hardware aangekocht. Dan hebben zij hopelijk ook software georganiseerd rond die bank. Maar wat moet er dan nog gebeuren? Zij moeten daar ook over communiceren bijvoorbeeld. Een heel belangrijk deel van orgware is communicatie. Want zonder communicatie weet nog niemand dat jullie een start-toe organiseren rond die nieuwe beweegbank die bijvoorbeeld pas geplaatst is. Dus hardware, superbelangrijk. Software, heel belangrijk. En orgware, minstens even belangrijk. Dus die drie moeten alle drie in acht genomen worden om die beweegbank volop te activeren. Dat gaat niet enkel over beweegbanken, maar dat gaat over alles. Denk bijvoorbeeld aan een Finse piste, waar dat geen start-to-run wordt rond georganiseerd en
communiceert. Wie gaat er dan op bewegen? Het zullen waarschijnlijk enkel de lopers zijn, de reeds sportieve mensen. We willen net ook beweegleken actief krijgen, dus dan is zeker die soft en die oude gewaar enorm belangrijk. Hier volgen enkele beelden over die drie termen, hardware, software en oude gewaar. Hier zitten we bij hardware, je ziet allerlei foto's van onze beweegbanken, maar je ziet ook afbeeldingen van ons infopaneel. Die infopanelen die zitten vast op de beweegbank, dus eigenlijk is dit hardware. Hier zien we zo'n infopaneel in het groot. Je ziet drie oefeningen per oefenstation. Dus het voorziet oefeningen om uit te voeren. Het voorziet dus eigenlijk software. We hebben net gezegd dat het infopaneel hardware is, omdat het vastzit op de bank. Het is tastbaar, je kan het vastnemen. Maar het is ook software, want het voorziet oefeningen, net zoals de app, net zoals een coach. Dus het infopaneel is zowel hardware als software. Dan gaan we verder met de term software. Ook al waren we er eigenlijk al half aan begonnen. Je ziet enerzijds de coaches. We leiden gratis mensen op om IPLUP trainer te worden. Anderzijds heb je onze gratis beweeg-app. Dus twee vormen van software. We gaan daar een klein beetje dieper op in. Het lijkt me dan ook nu een goed moment om die applicatie, die beweeg-app, eventjes te installeren op uw smartphone. Dat mag je zeker doen tijdens de video. Je kan naar de Play Store of Google Store gaan en op IPLUP of beweegbank zoeken. Dan kom je wel bij onze app uit. De QR-code op de beweegbank komt op diezelfde plaats uit. Je mag het ook na deze video doen. Ik toon alvast hier enkele schermen die in de app zitten zo dadelijk. Heel kort in het algemeen over die applicatie. Het is dus een gratis virtuele coach en een motivator voor elke eindgebruiker. Maar ook een coach kan ermee aan de slag bijvoorbeeld. Het geeft u een individueel programma op uw maat met al onze beweegbankoefeningen. We gaan enkele schermen tonen en dan ga je meteen een kijk hebben hoe dat die app eruit ziet aan de binnenkant. Hier hebben we een inkijk in hoe dat de app eruit ziet. Helemaal links op de slide zie je onze menu. Dus je ziet oefeningen, programma, kaart en profiel. Die menubalk zie je ook onderaan in de smartphone. We beginnen bij oefeningen, dat is de eerste tab, dus ook een beetje de homepage van de app, waar je dus al onze oefeningen makkelijk kan terugvinden. Je kan de fundamentals aanklikken, dus je kan kiezen of je push, pull, core squat of balance oefeningen wilt zien. Je kan daar ook meerdere tonen natuurlijk. En je kan ook jouw level aanklikken. Dus eigenlijk is dat een makkelijke filter om zo een aantal oefeningen te zien. Eenmaal je filter gekozen hebt en je bent bij een bepaald aantal oefeningen, dan kan je op die oefening klikken en dan kom je bij het rechterscherm uit waar dat de oefening in het groot meteen in een loop opspringt, zodat je die meteen ook kan uitvoeren. Hier zitten we bij de tweede menuknop, het programma. Een heel belangrijk tabblad binnen de app, want dit geeft een programma op jouw maat. Je ziet het meest linkse scherm, een overzicht van de programma's of de trainingen die je al gedaan hebt, de afgeronde trainingen. Je kan ook een training al geliked hebben of favoriet gemaakt. Je volgende training staat eigenlijk altijd automatisch klaar, want een nieuwe training wordt gebaseerd op de feedback op vorige training. Dus training 5 staat klaar en je ziet in het middelste scherm hoe dat zo'n training eruit ziet. Je krijgt een push-oefening, pull-oefening, core, squat en balance-oefening en een stukje cardio. Die cardio die kan ofwel in het begin van de training komen, want je bent misschien al naar de bank gelopen, of die komt achteraan in de training. En zo heb je dus eigenlijk een totale body workout gedaan. Eigenlijk hetgene wat de WHO aanraadt om te doen. Eenmaal dit programma afgerond, krijg je helemaal rechts het rechterscherm, krijg je de kans om die oefeningen te evalueren. Dus elke oefening wordt er kort opnieuw getoond, in een afbeelding weliswaar, en dan kan je zeggen,
Ik vond die gemiddeld, dus een goed niveau. Ik vond die zwaar of veel te zwaar of te gemakkelijk of veel te licht. Aan de hand van die feedback gaat hij u de volgende training een aanpassing doen op die fundamental waar jij net feedback op hebt gegeven natuurlijk. Bijvoorbeeld, je vond de core oefening veel te zwaar. Dan gaat hij u volgende keer een eenvoudigere core oefening aanreiken. Dus altijd perfect op uw maat. Vervolgens komen we uit bij de kaart. Al onze beweegbanken die zijn gepind op een kaart. En zo kan je dus ook zien of er bij jou in de buurt een beweegbank of meerdere beweegbanken zijn. Je kan ook op die icoontjes klikken. Zo krijg je meer informatie over die bepaalde bank met een bepaalde nummer, het adres erbij en hoeveel bewegers dat er momenteel actief zijn, bijvoorbeeld. Ook een aantal foto's, et cetera. En het derde scherm geeft je ook de mogelijkheid om tot die bank te gaan. Wandelend, lopend, fietsend of met ander vervoer, zodat je de weg vindt naar die beweegbank en kan je dat ook op een sportieve manier doen. Tot slot hebben we dan het profiel van de gebruiker met een fotootje al dan niet, maar met enkele interessante statistieken. Zo wordt er bijgehouden hoeveel oefeningen dat je al gedaan hebt, hoeveel trainingen en banken je al bezocht hebt. Je beweegtijd wordt ook bijgehouden. Iets heel interessant om te kijken of dat je aan de beweegrichtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie voldoet. Dat kan je daar altijd terugvinden. Heel rechts zie je ook dat jouw levels op die categorieën of fundamentals worden weergegeven. Dus voor push zit je bijvoorbeeld op level 4, terwijl dat je op pull iets minder sterk bent, bijvoorbeeld. Je BMI wordt getoond en ook je hartslag in rust en je optimale hartslagzone kan hier geraadpleegd worden. Al die input, die gegevens van onze appgebruikers, maakt voor ons natuurlijk wel interessant om eens te kijken wie dat onze beweegbank net gebruikt. Over de eerste jaren van de app, de eerste 5 jaar van de app, hebben we ongeveer een 3000-tal gebruikers kunnen registreren. En aan de hand van die cijfers kunnen we enkele interessante conclusies trekken. Hier zie je een grafiek waar dat de BMI van de appgebruikers in weergegeven staat. Uiteraard weten we dat alles anoniem is. We weten niet van wie welke BMI is. Maar wat zien we wel? En het is al aangeduid in de grafiek, je ziet het helemaal rechts. De twee rechtse categorieën zijn de categorie overgewicht en obesitas, dus een BMI boven de 25. Meer dan 4 op de 10 van onze appgebruikers heeft overgewicht. Dat is dus, lijkt dus gigantisch hoog te zijn. Is ook gigantisch hoog. Dat is ergens dramatisch, enerzijds. Maar anderzijds vinden wij dit ergens wel positief. Want wij willen met die beweegbank onder andere de niet-bewegers in beweging krijgen. Er is niet zo moeilijk dan niet-bewegers in beweging krijgen. En dat blijkt toch met die beweegbank redelijk goed te lukken. Wetende dat in de algemene bevolking in België de helft een BMI heeft die hoger is dan 25. Maar dus toch meer dan 4 op 10 van onze appgebruikers heeft dus ook overgewicht, waardoor dat blijkt dat dus ook die beweegleken onze beweegbank gebruiken. Een volgende en meteen ook laatste grafiek over onze appgebruikers is de volgende. Hierin hebben we de leeftijdsgroepen eventjes naast elkaar gezet. Wat zien we? Een logische grafiek enerzijds met een buik tussen de 20 en de 40, 50. En dan een daling van hoe ouder dat de mensen worden. Maar als we die drie laatste categorieën toch eventjes samentellen, dus de plus 50ers, dan hebben we toch meer dan 1 op 4. Dus 26% van onze appgebruikers is 50 plus. Dat gegeven op zich vinden wij ook heel positief. Dus dat is een heel groot gedeelte van onze beweeg-app-gebruikers, is dus een oudere. En we hebben het natuurlijk anderzijds nog altijd over een smartphone-applicatie. Blijft dus toch nog altijd wel iets
van de jongere generaties. Dus het feit dat die ouderen al zo goed vertegenwoordigd zijn met meer dan 1 op 4 van de appgebruikers, kan je eigenlijk vermoeden dat in realiteit over al de beweegbankgebruikers, dat dus het percentage ouderen nog een klein stukje hoger zal liggen. Dus die beweegbank wordt niet alleen gebruikt, net gezien, door mensen die overgewicht hebben, maar ook mensen die ouder zijn dan de gemiddelde mensen, de ouderen, de senioren. Zij zijn dus ook zeer goed vertegenwoordigd binnen die beweegbankgebruikers. We zitten nog altijd bij het stukje software. We hebben net enerzijds de app grondig besproken. Het tweede luikje van software waren die coaches, daarvoor deze slide. Kort overzichtje hier van een aantal coaches. We zijn anno eind 2022 ondertussen met meer dan 400 coaches in Vlaanderen en Nederland opgeleid. Ook andere landen een aantal. Waarvoor wij nog steeds zeer dankbaar zijn. Zij zorgen, of jullie zorgen, voor het lokale aanbod rond die beweegbanken. Dus daar zijn wij heel dankbaar voor en heel blij mee. Al die coaches tonen wij ook heel trots en fier op onze website. Zij hebben allemaal met het certificaat een foto genomen en staan te pronken op onze website. Je kan die dus ook daar gaan terugvinden en je kan ook hun persoonlijke gegevens daar vinden. Mocht je interesse hebben in een lessenreeks rond de beweegbank of gewoon wat meer informatie, kan je hen eventueel ook rechtstreeks contacteren. Hier enkele toffe foto's van coaches aan het werk. Je ziet verschillende doelgroepen, senioren, personal coaching, groepslessen, wat dan ook. We gaan er in een andere e-learning nog veel dieper op in, wat dat er allemaal mogelijk is van trainingen geven of bootcamps, wat dan ook. Dus dat komt later terug, maar in ieder geval zijn die coaches daar al onmisbaar. Voilà, dan hebben we het stukje hardware gehad, het stukje software ook gehad, dan rest ons enkel nog het stukje orgware. Hier kan ik ook iets korter over blijven, maar het stukje hier rechtsboven, de foto, kaart eigenlijk perfect het voorbeeldje van orgware nog een keer. Dit is een afbeelding van een affiche die het Leuvens bedrijf IMEC heeft opgehangen in een bedrijf. Zij hebben zelf twee beweegbanken aangekocht, rond het bedrijf geplaatst, voor hun werknemers. Hardware. Zij voorzien ook software. En dit is een heel tof stukje. Zij hebben enkele collega's laten opleiden tot IP-Dub trainer. En zij hebben hen de mogelijkheden gegeven om tijdens de middagpauze of tijdens de werkuren coaching te voorzien aan hun collega's. Dus dat hebben ze hier ook op die affiche gezet. Free coaching on Tuesday and Thursday. Dus ze hebben daar perfect al de software voor voorzien. Het stukje orgware is enerzijds deze communicatie natuurlijk. En anderzijds ook het stukje wat daaronder staat, het goede doel, hebben zij gesteund. Door iedere IMEC-gebruiker hebben zij 1 euro aan levensloop gegeven. Dus zij hebben op tal van manieren hun werknemers gestimuleerd om meer te bewegen. Fittere werknemers zijn ook betere, performantere werkgevers. Dus vandaar hun insteek wat helemaal terecht is. Maar dit is dus een perfect voorbeeldje van orgware. Voilà, ik hoop dat nu die drie termen, hardware, software en orgware, duidelijk zijn. Ik denk dat jullie al mee zijn. Voilà, nogmaals, hardware, software, orgware gehad. Goed gedaan. Het volgende deel gaat over de beweegrichtlijnen van de WHO. Dus ik zie jullie daar.